Sinds het eerste moment was er een klik. Kim is zo lief en zorgzaam. En we snappen elkaar altijd. We hebben dezelfde interesses. En we vullen elkaar heel goed aan. En ook al ging het best snel in het begin, wij passen bij elkaar, eigenlijk als twee puzzelstukjes. En toen mocht jij, Kim. En jij zei het volgende. Maarten is een hele lieve, spontane en nuchtere jongen. Hij houdt mij in het gareel en tempert me ook als het nodig is. En hij is zo'n gezelligheidsdier bij mij, maar ook met familie en vrienden. En hij is zorgzaam. Waarvan je het nodig vond om toe te voegen, dat was hij in het begin niet. En het is fijn dat hij af en toe kookt. Mooie woorden, om die zo naar elkaar uit te spreken. En het ging heel spontaan. Jullie hadden het niet voorbereid. En dan komt het rechtstreeks uit jullie hart. Ja, en dan zijn we nu echt bijna bij het officiële gedeelte van deze ceremonie. En zo meteen hebben we het over de wettelijke plichten van een huwelijk. Ja, je denkt natuurlijk niet aan de wet als je denkt aan elkaar. Hè? We hebben net gehoord wat jullie zeiden over elkaar. En voor jullie betekent het huwelijk een mooi vervolg op samenwonen. En jullie vertelden dat voor jullie het huwelijk een bevestiging is van jullie liefde voor elkaar. Je belooft elkaar trouw. En het is eigenlijk een bezegeling van jullie partnerschap. Een soort kers op de taart. En jullie vinden het ook wel heel fijn om te kunnen zeggen mijn man en mijn vrouw. En dat jullie straks een familie zijn met één en dezelfde naam. Nou, dit huwelijk is niet van jullie tweeën. Want het maakt het extra bijzonder door de gasten die jullie vandaag hebben uitgenodigd. Want zij zijn allemaal getuigen van jullie ja-woord zometeen tegen elkaar, dat jullie elkaar trouw beloven. En eigenlijk zou ik dat wel graag willen gaan horen. Dus mag ik jullie vragen te gaan staan. En elkaar de rechterhand te geven, om we mogen ook elkaars beide handen vasthouden. En vooral naar elkaar te kijken en niet naar mij. En ik begin met jou, Maarten. Maarten Wilhelm Christian de Bree, verklaar jij Kim Johanna Antonia Bros aan te nemen tot jouw echtgenote en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop jouw antwoord? Kim Johanna Antonia Bros, verklaar jij Maarten Wilhelm Christian de Bree aan te nemen tot jouw echtgenoot en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Lissen dat jullie door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. En dan mag ik dus volgen. Don't even care if anyone sees me dance. Like I can't fly, and I don't even.
motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are lost.